oud-Hollandse stamppot met worst. Wie houdt er niet van? Tijdens het Dickensfestijn in Pernis zijn ze er in ieder geval dol op. Mijn naam is Robert van der Stoep en hier achter me zie je jeugdaanleiding van TOK, Tryout Kitchen. En wij doen eens in de vijf weken hebben een gratis kookclub voor jongeren. En vandaag zijn we hier op het Dickensfestijn om Hutspot, Dickensworsten en warm chocolademelk met slagroom te verkopen. Op vrijdagavond hebben we eens in de vijf weken hebben Tryout Kitchen, dat is een kookclub voor jongeren, gratis. En gisteravond hebben we dus met alle jeugd, even kijken hoor, 10 kilo aardappelen, 10 kilo peen en 5 kilo uien zitten schillen, bakken en uien en stamppotten. Maar voor wat voor gelegenheid maken jullie deze heerlijke maaltijd eigenlijk? We zijn nu op het Dickensfestival, dat dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd wordt. Het is op de eigen manier gedaan als het verleden jaar. Alleen de ijsbaan, dat konden we niet betalen dit jaar. En heeft u bij dat kraampje ook al de heerlijke Hutspot op? Nee, zover ben ik nog niet. Ik heb even rondgelopen, hier en daar nog wat mensen geholpen. En dadelijk gaan we wel de Hutspot proberen, want dat is wel een van mijn liefste etensdingen. Kerstmannen en oud-Hollandse klederdracht naast elkaar, zo denk je hier alles wel gezien te hebben. Maar ze hebben zelfs een schapenherder. Ik ben Paul Kok. Ik ben schaapherder. En zullen we anders even een rondje met u lopen als dat kan? Ja, dat kan. Oké. Gaan wij die kant op? Ja, zegt u het maar. Ja, dat is goed. Gaan we die kant op. Er zijn steeds meer schaapskuddes in de steden. Ook hier in Pernis loopt een schaapskudde rond. En door middel van schapen krijg je een grotere biodiversiteit. In het gras. Dus je krijgt meer kruiden, meer bloemetjes. En wat beter is weer voor de insecten en de vogels en de bijtjes en de vlindertjes. Ja, de hond geef ik commando's. En eigenlijk, zolang ik niks zeg, blijft de hond altijd de schapen bij mij brengen. Nu zeg ik niks en nu komt ze eigenlijk de schapen bij me brengen. Ga ik daarheen lopen en loop ik een andere kant op. Kennis. Ik had vroeger een aantal schapen en daar heb ik eens 2 uur achteraan lopen rennen om ze te vangen. Lie down, stay there. Lie down. En sinds een jaar of 3 ben ik nou professioneel schaapzetter. En wat maakt het nou zo leuk om hier vandaag te staan? Voor mij persoonlijk is het gewoon hartstikke leuk om met de jeugd aan de slag te zijn en zulke dingen te doen. En het is ook voor een beetje naamsbekendheid voor het dorp, dat de jongeren weten dat iedereen welkom is om eten te doen.